In de nacht van zaterdag op zondag gaat het mis hier bij het Chaletpark Ter Aar aan de Oostkanaalweg. Bij een steekincident raken twee mannen van vermoedelijk Poolse afkomst zwaar gewond. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. Rond 11:15 s'avonds krijgt de politie meerdere meldingen binnen van een vechtpartij in het Chaletpark waarbij meerdere gewonden zijn gevallen. Tot twee keer toe wordt er een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk wordt er één slachtoffer in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie arresteert na een korte zoektocht drie mannen van Poolse afkomst. Wat de oorzaak is van het conflict, dat is nog niet bekend, maar de politie denkt wel dat er alcohol in het spel was.